Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. We beginnen vandaag met de regenradar. Die laat zien dat er behoorlijk wat regen is gevallen in het oosten van het land. Hoeveelheden zijn er opgelopen naar zo'n 10 tot 15 mm. De meeste regen in het noordoosten. In het westen was het vanochtend ook nat, maar daar werd het vanmiddag wat vaker droog. En dat droge weer breidt zich langzaam verder over het land uit. Lage temperaturen vandaag in het westen bij de opklaring, of in ieder geval bij het droger worden. Nog lokaal 8 graden, dan een groot deel van Nederland met 6 graden en dan het uiterste oosten, juist weer met 8-9 graden. Want aan de oostzijde van het regengebied zat zeer zachte lucht. Dat zien we ook op deze kaart terug boven Nederland. Laten we zeggen 9 graden, maar boven Duitsland liep de temperatuur al snel op richting de 10 tot 15 graden. Echt hoge temperaturen vinden we in Europa nog steeds niet. In het oosten de hoogste waarde boven de 15 graden. Langs de Turkse zuidkust, in Antalya, kan het zo'n rond de 20 graden worden morgen. Maar vandaag was het daar nog iets onder de 20 graden. Dan naar de weerkaart. Nou, het regengebied boven Nederland zien we hier duidelijk liggen. We zien boven Engeland een, een breed gebied met bewolking, of met opklaringen. En die opklaringen komen onze kant op. En daarachter ligt dan weer een regenstoring. En ook die komt onze kant op. De opklaringen krijgen we vannacht en morgenochtend. En het regengebied komt dan morgen in de loop van de middag. Dat zien we ook als ik de boom beweging zet. De regen van vandaag trekt weg. De opklaringen vanuit Engeland trekken vannacht over het land. En dan morgen in de loop van de dag komt het regenzone bij ons. Daarna weer opklaringen. En dan is het wachten op het volgende regengebied. Maar dat wordt pas in het weekend. Vrijdag valt er hooguit een enkel buitje. Dan is het allemaal best aardig weer. In het weekend lijkt het dus weer wisselvalliger te gaan worden. Vanavond trekt de regen dus vanuit het oosten weg. Temperatuur daalt vanavond naar een graad of 5. En in de loop van de nacht tot rond het vriespunt. betekent dat we aan het einde van de nacht weer hier en daar de auto-ruiten moeten krabben. Lokaal kan misschien ook een mistbankje ontstaan. Morgenochtend hebben we dan van tijd tot tijd zon. Maar vanuit het westen neemt al snel de bewolking toe. En het gaat ook harder waaien. Aan zee wordt de wind windkracht 6. In het noordwestelijke kustgebied zelfs windkracht 7 misschien. Temperaturen 7 tot 9 graden en de regen trekt vooral in de middag en in de avonduren over het land. En dat wisselvallige weer houden we de komende dagen dus vast. Maar de vrijdag is de uitzondering. Dan valt de hooguit een enkele bui, bui en schijnt van tijd tot tijd de zon. 8 tot 10 graden vrijdag. Zaterdag op veel plaatsen 10 graden, zondag ook. Maar zoals je ziet, vooral zondag wordt een bewolkte dag met perioden met regen. Zaterdag kan vooral ochtends de zon nog af toeschijnen. En kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we dat er vanaf zaterdag die temperatuur dus middags rond de 10 graden ligt. Na het weekend, op maandag en dinsdag misschien zelfs nog iets hoger. Daarna lijkt er weer een uh, lichte daling te komen. Voorlopig in ieder geval geen uitzicht op temperatuur van 15 graden. Laat staan 20 graden, dat is allemaal nog ver weg. De lente laat voorlopig dus nog op zich wachten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.